In de media zijn de afgelopen dagen berichten verschenen als zou de brandstofprijs door eventuele aanpassing van de wisselkoers verder kunnen stijgen. De communicatiedienst Suriname sprak hierover met minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. De bewindsvrouw ging ook in op het opvoeren van consumentenprijzen als gevolg van de verhoogde government take eerder deze maand. Minister, in de samenleving wordt al enige tijd ervan uitgegaan dat de benzineprijs als gevolg van de officieel aangepaste valutakoersen noodzakelijkerwijs ook verhoogd zal worden. In hoeverre bent u deze mening toegedaan en wat zijn uw concrete verwachtingen van de prijsontwikkeling van benzine op de lokale markt? Oké, ik moet u aangeven dat de valutakoersen niet officieel zijn aangepast. De afgelopen week hebben de commerciële banken toestemming gehad van de minister van Financiën om tegen de marktkoers valuta beschikbaar te stellen aan klanten. Dus als bemiddelaar op te treden tussen klanten met valutarekeningen en cliënten die SED's hebben en behoefte hebben aan valuta. Wat de gemeenschap niet weet is, misschien niet iedereen in de gemeenschap weet, is dat de officiële valuta, wisselkoers voor de US dollars en de euro's, zijn de centrale bankkoersen zijn de officiële koersen. Dat is een officiële koers. En de centrale bankkoersen zijn niet aangepast. Er is een voorlopige toestemming verleend aan de banken. Dus dat is even een verschil. Er is een verschil tussen voorlopige toestemming om transactie te verrichten tegen een marktkoers. En een officiële koers is wat we bij de centrale bank hebben. En die koers is niet veranderd. We weten wel dus dat er een groot verschil is tussen wat de centrale bank noteert als koers voor de US dollar en de euro. En wat de cambio's aanbieden. Dus om enig balans te brengen, zodat het niet nodig is dat valutarekeninghouders hun valuta opnemen en naar de cambio gaan, is er een voorlopige toestemming verleend. En ook degene die met grote SED-bedragen, die grote SED-bedragen hebben om valuta te kopen, zij het voor hun handel, zij het voor importeren, dat die de ruimte hebben gekregen om dat te doen met mededinging van de commerciële banken. Oké. Dus uiteindelijk blijft de centrale bankkoers de officiële koers. En als dat in de toekomst aangepast zal worden, dat zal de minister van Financiën dan ook te zijner tijd aangeven. Welke aanpassing en wat het dan zal zijn. Dus dat moeten we nog even afwachten. De aanpassing van de brandstofprijzen is als gevolg van de aanpassing van de government take. Dus dat staat helemaal los van de regeling dat vorige week is toegestaan via de centrale banken. De government take is aangepast en dat is als een tussentijdse toepassing of een tussentijdse oplossing voor de begrotingstekorten waar de staat mee wordt geconfronteerd. U bent wellicht al geïnformeerd over de hoge schuldenlasten van Suriname. U bent wellicht ook al geïnformeerd over de opzettelijke verruiming van het ambtenarenapparaat, waardoor er in feite zelf kort na de verkiezingen, maar voor de inauguratie, nog heel veel mensen in dienst zijn genomen, zonder dat er enige voorziening was getroffen dat er voldoende middelen in staatskas waren gelaten om de salarissen te betalen. En daar is de staat mee geconfronteerd. Daar is de huidige regering mee geconfronteerd. Tegelijkertijd zegt de regering, president Santokki zegt, wij komen onze verplichtingen wel na.
De verplichtingen van de staat wat betreft de kosten voor publieke goederen. De politieambtenaren worden door de staat betaald. Maar ook de betalingen aan de ziekenhuizen. De betalingen aan de brandweer. Wij willen niet in een situatie komen waar in feite de belangrijke diensten voor een goed bestaan in Suriname abrupt werden onderbroken. We willen bijvoorbeeld niet dat u zegt uw zoon of dochter 's avonds ziek wordt en de eerste hulp is gesloten. Of dat u een politieagent nodig hebt, u belt naar en de politie zegt ik kom niet want ik heb geen salaris betaald. Of er staat ergens een huis in brand, wordt gebeld, de brandweer is er niet. Nee, dat zijn allemaal verplichtingen die de staat nakomt. En om dat tekort te dichten, om de verplichtingen na te komen, er is ongeveer een gap van 250 miljoen, wordt gekeken naar een pakket van maatregelen. En uit dat pakket van maatregelen is de aanpassing van de government take als één maatregel eerder toegepast. Zodat wij dat gat dat er is voor een deel kunnen dichten. En zo kunnen we voorzien dat de publieke goederen, de publieke diensten ononderbroken voortgaan kunnen zijn. Zodat er stabiliteit blijft in de samenleving. Zoals ik eerder heb gezegd, u wilt niet dat de ziekenhuizen sluiten. Toch? Etcetera. Dus die twee, om terug te gaan, dus government take en koersaanpassing, stonden even last van elkaar. Brandstofprijzen zijn wel een onderdeel van de kostprijs van goederen en diensten. Daar zijn we ons van bewust. En bij de calculaties zijn we nagegaan wat is ongeveer percentueel de impact van brandstof op goederen en diensten. Zeg bijvoorbeeld, ik heb hier een boekje. Toch? De kosten hiervan zijn ongeveer 2-5% bestaat uit brandstofprijzen. Want het kan niet 100% uit brandstof staan. Want ik bedoel, van de persoon heeft leden moeten kopen, de persoon heeft papier moeten kopen. Er zijn arbeiders betaald om het te verkopen. Dus de totale kostprijs betekent alle kosten die je maakt om dit te kunnen verkopen. En de totale kosten daarvan is brandstof 2-5%. Dus dat betekent dat als we brandstof verhogen met 1 SRD, het niet mogelijk is dat dit met 100% omhoog gaat, omdat maar 2-5% brandstof betreft. Dus als dit alles is kosten, is dit stukje hier maar brandstof. Dus als dit zeg bijvoorbeeld 100 SRD kost, toch? Dan zou het niet meer dan 105 SRD moeten zijn, want het is 2-5%. Dus dat is wel de impact. En met de bijdrage, dus de government take is in feite moeten we het zien nu als een bijdrage. Wanneer 1 liter brandstof gekocht wordt, dan maakt in feite de koper 1 SRD bijdrage, zodat wij de verplegers kunnen betalen. Dan maakt de persoon 1 SRD bijdrage, zodat we de pensioenen kunnen betalen. We willen niet onze oma of opa thuis hebben en die heeft niet geen AOV ontvangen. Toch? Dan maakt de persoon 1 SRD bijdrage, zodat de politieagenten ook nog hun werk kunnen doen. Zodat de brandweer beschikbaar blijft. He? Dus dat moeten we meer zien als een bijdrage. En via de government take moet ik u ook aangeven. Dus we zijn in gesprek met meerdere stakeholders, meerdere maatschappelijke verenigingen. Kijk, er wordt ook gekeken naar de maatregelen. Hè? Maar niet alles kan direct in de belastingssfeer gebracht worden. Want zeg iemand die in de informele sector werkt, zou dan geen bijdrage kunnen maken. Terwijl, want mensen zeggen bijvoorbeeld van, oh die gouddelvers, zij hebben veel geld. Haal het geld bij de gouddelvers halen. Of, oh, ik ben maar een kleine ondernemer. Haal het bij de grote bedrijven, de multinationals bijvoorbeeld. Toch? Dat alles komt erin. Maar via de government die, de gouddelver, die koopt ook brandstof. En dus die maakt dan ook zo een bijdrage van 1 SRD. Dus we zien van, ja,
brandstof is een aspect van de kostprijs. Maar als dit de kostprijs is, is brandstof maar dit stukje van de kostprijs. Ja, er is een groot verschil tussen de centrale bankkoers en de marktkoers. En de marktkoers wordt voor een groot deel bepaald door wat is de behoefte aan valuta en wat is het de aanbod van valuta. En daar komt er een heel ander. Er komen heel veel andere zaken aan de orde. Misschien kan ik dit aangeven. Een belangrijk deel van de koers wordt ook bepaald over vertrouwen dat men heeft in de markt. Hè? Dus we moeten blij zijn dat we president Santokyo nu als president hebben, zodat de koers niet vliegt in één keer naar 20, 1 op 20 voor de dollar. He, u zal gemerkt hebben ook dat kort na de inauguratie dat de koers redelijk stabiel, en dan heb ik het over de, wat men noemt de cambio koers, dat het redelijk schommelt tussen de, zeg de 10 tot 14, 11, 12, 13 en extreem is 14. He, maar dus dat we niet in één keer, zoals de trend al begon aan te geven voor de verkiezingen, dat we waarschijnlijk nu al op 25 zouden zijn. Dus dat is wel iets waar we mee blij mogen zijn, dat wij een regering hebben waar internationaal vertrouwen in is. En tegelijkertijd kijken we ook naar het verschil tussen de werkelijke waarde van de SRD en wat de centrale bank aangeeft dat de SRD waard is. Hoe zal de regering of uw ministerie omgaan met prijsstijgingen van andere goederen op de lokale markt, de koers? En de brandstofprijs nu, die is dan verhoogd. En zo ook, wat u hebt aangegeven, zullen dan de prijzen ook verhoogd zijn. Hoe gaat u daarmee om? Daar moeten we naar twee dingen kijken. In een normale economie is een prijsstijging ook normaal. Over een bepaalde periode. En dat wordt genoemd inflatie. Dus inflatie is normaal. Wat we willen voorkomen is dat de inflatie te hoog is over een korte periode. Maar inflatie komt in alle landen voor. Ook in Nederland bijvoorbeeld. Een auto die nu zeg bijvoorbeeld 10.000 euro kost in Nederland, toch? Misschien 50 jaar geleden was het maar 1.000 euro. Dus we zien dat over een lange periode alle prijzen stijgen. Inflatie is normaal in de economie. Wat we willen voorkomen is prijsopdrijving. Dus we willen voorkomen dat de kosten bijvoorbeeld met 5% omhoog zijn gegaan, maar dat de prijs met 100% omhoog gaat. Dus we proberen dit te komen. We willen voorkomen dat dit maar meer aan kosten wordt betaald, maar dat het dubbele daarvan nu prijs. Als dit 100 was, dan wordt het 200. Omdat we 5%. Dus dat is dan prijsopdrijving. En daarvoor hebben we natuurlijk de economische controledienst. En tegelijkertijd wil ik ook direct aangeven dat de dienst efficiënter moet. Daar zijn we ons van bewust. Wij zijn inderdaad ook in transformatie. Zoals u weet is het ministerie ook in transformatie. Wat voorheen was handel en industrie, is nu dus economische zaken, ondernemerschap en technologische innovatie. Dus we gaan door een transformatie. En tegelijkertijd hebben we dus ook bij de inventarisatie gezien dat er aantal afdelingen zijn die in feite met de juiste capaciteit ook beter kunnen presteren. En dan heb ik het capaciteit wat betreft know-how, de mensenkennis, vaardigheden en tegelijkertijd ook de tools waarmee gewerkt moet worden. Dus we willen prijsopdrijving voorkomen. Dus de economische controle die gaat dan vergelijken met wat is de kostprijs. Wat is de winstmarge? Er is een winstmarge, natuurlijk een bedrijf moet een winstmarge hebben. Bij de groothandelaar is dat 12% van de kosten. Bij de kleinhandelaar is het 25% van de factuurprijs. En dat wordt dan voornamelijk gedaan bij prijscontrole. Wat ik ook wens aan te geven, vaak wordt de economische controledienst uitsluitend geassocieerd met prijscontrole. Maar de controle is meer dan prijzen alleen. Wij controleren ook van nu met de COVID-situatie. Hè. Er zijn COVID-maatregelen.
hoe worden de maatregelen toegepast? Hè? Want u wilt ook veilig zijn bij uw boodschappen halen. Wij willen niet dat de prijzen laag blijven, maar dat het vervallen producten zijn. Toch? Dus zijn de producten niet vervallen? Toch? Dus, er zijn meer aspecten. Is er hygiënisch? Zijn de juiste gewichten gebruikt? Dus daar letten we allemaal ook op. Dus het zijn een aantal aspecten waar de economische controledienst op let. En de prijscontroles zijn natuurlijk een van de aspecten waar de gemeenschap vooral belangrijk, voor de gemeenschap belangrijk is, omdat we prijsopdrijving moeten voorkomen. Minister, kunt u ons uitleggen wat de sancties zullen zijn bij het aantreffen van prijsopdrijving in winkels door de ECD? Kijk, de ergste vorm van sanctie is dus dat een winkel een vergunning ingetrokken kan worden. Bij het verstrekken van de vergunning zijn er vergunningsvoorwaarden opgenomen. Dus er zijn regels waar de vergunninghouder zich aan moet houden. En waar de vergunninghouder in strijd handelt met de regels, dus zich niet aan de regels houdt, dan is het ergste dat gedaan kan worden, dus dat de vergunning wordt ingetrokken. Dus Albin Kretapu, dan wordt de winkel gesloten. Dus dat is het ergste van de ergste sanctie om dat toe te passen. Tegelijkertijd zijn we in contact met de Vereniging van Chinese Winkeliers, die voor een groot deel de basisgoederen verkopen in de woonwijken. Wensen wij te gaan naar preventie. Hè? Want als we komen bij het intrekken van een vergunning, dan zijn er, lijkt mij, te veel stappen al misgegaan. Toch? Dus we willen niet komen bij genezing, alleen we willen komen bij gezond houden. We willen dus niet komen bij het behoeven te sluiten van de winkel, maar we willen voorkomen dat er tegen de regels wordt gehandeld. We willen prijsopdrijving voorkomen. We willen voorkomen dat er vervallen producten op de schappen worden geplaatst. We willen voorkomen dat er illegale producten op de schappen worden geplaatst. We willen dat de winkelier zich houdt aan openingstijden. Dat is nu ook een klacht die we vaker krijgen. Dat als er wordt gesproken over COVID-besmettingen, dat sommige buurtwinkels dan gewoon niet opengaan en men niet weet wat er aan de hand is. We willen voorkomen dat de ergste vorm van sanctie toegepast moet worden. Dus daarom hebben wij dus ook contact met de ondernemers, omdat wij goed ondernemerschap willen stimuleren. Een ondernemer moet ten dienste zijn van de gemeenschap. Een ondernemer moet de goederen en producten beschikbaar stellen aan de gemeenschap. De ondernemer moet ook beschermd worden. Toch? De ondernemer moet ook in staat zijn zijn bedrijvigheid voort te zetten in een gezonde investeringsklimaat. Tegelijkertijd moet de consument ook beschermd worden. Dus we moeten een goede balans hebben. Er mag een winstmotief bij de ondernemer zijn. Tegelijkertijd zijn er vergunningsvoorwaarden, zodat er een goede brug is naar de consument. Ja, de consument heeft recht op gezonde producten tegen een betaalbare prijs. En betaalbaar wordt dan weer de brug terug van kostprijs plus een winstmarge dat afgesproken is. En dat is maximaal 25% van de factuurprijs. Dus nu ook dan met de ondernemers, de winkeliers, om ook daar zelf regulerend te zijn. Wat we de gemeenschap vragen is om ons te melden, want er zijn winkeliers die inderdaad de regels overtreden. Dat hebben wij ook geconstateerd. He, dus ook met die, we kunnen niet alle ondernemers onder één kam scheren, want sommigen houden zich wel aan de regels, maar sommigen houden zich niet aan de regels. Twee aspecten, en dat is ook de transformatie van het ministerie, om ook binnen de vereniging dat er ook een zelfcontrole is, waar zij hebben dus in feite ook een netwerk en een app bestaan. Wij hebben een appnummer waar een klacht naartoe geappt kan worden. Misschien kan ik het appnummer doorgeven. Dat is 853-0915 8530-915. 853-0915. Laten wij de ondernemers, de winkeliers die aan prijsopdrijving doen, in kaart brengen. Want soms is het zo dat er
Zeg bijvoorbeeld 100 mensen zijn en één doet het verkeerd. En er wordt gezegd van, zie je wat ze allemaal doen? Maar het is de ene die vaak, of de twee die het verkeerd. Dus laten we die in kaart brengen, zodat wij dan ook daar gericht controle op kunnen uitvoeren. En tegelijkertijd let ook op andere aspecten. We moeten gezonde producten, we moeten veilige producten. We willen niet lage prijs met vervallen producten. We willen geen illegale producten. Hè? En we willen ook een veilige omgeving. Vooral met de COVID-maatregelen moet er goede preventie zijn. Dus dat er dat u de nodige afstand, de social distancing kan kunnen behouden in de winkel. De winkels moeten hygiënisch zijn, moeten schoon zijn. De producten. Dus daar wordt er ook op gelet. En dat zijn een aantal aspecten waarbij de controles op gelet worden. Waar prijscontrole één aspect is. Ja. U had het over de ondernemers. Maar hoe staat het met de consument? Recentelijk is de prijs van cement. Recentelijk is de prijs van een pak cement verhoogd van 100 SRD naar 135. Hoe gaat uw ministerie dan de consument beschermen? Oké, inderdaad. Wij hebben geconstateerd dat de prijs van cement en ook de prijs van bouwstenen, dus de producten die vanuit cement worden vervaardigd, kijk, bouwstenen zijn meer dan 5% van cement. Hè? Dus waar we bijvoorbeeld een boek hadden waar brandstof maar 5% is van cement, wanneer je een stenen blok neemt, is dat bijna 100% van cement. Dus als de prijs van cement omhoog gaat, gaan de prijs van bouwstenen ook omhoog. En dan gaat de prijs van bouwen gaat in feite omhoog. En het cement is voor een groot deel van, er wordt cement naar Suriname geïmporteerd. He, dus de importeur moet je valuta betalen om cement in Suriname te krijgen. De importeur kan niet in SRD betalen, omdat de producenten in andere landen niet graag SRD willen of helemaal geen SRD accepteren. Dus gaat de valutakoers omhoog, dan gaan in feite de kosten van de importproducten omhoog. En daar moeten we kunnen er een korte termijn oplossing voor hebben. En dat is misschien een zelfje op een wond. Maar we moeten gaan naar de wortel ervan. Waar is het grote probleem? En het grote probleem is dat wij zelf meer moeten gaan produceren van de producten die in Suriname geproduceerd kunnen worden en die wij nodig hebben. He? Dus wat betreft een cement, we weten dat gaat de US-dollar koers omhoog, gaat de prijs van in feite importproducten omhoog. En een van de redenen om terug te gaan naar het begin waarom een koers gaat stijgen, is omdat er meer vraag is dan aanbod. He? Zeg bijvoorbeeld als je een hoop maya wilt verkopen en je heeft 10 maya's, en je verkoopt 1 SRD. Maar als er 50 mensen in de rij staan om die mayas van je te kopen, gaan de meeste mensen zeggen van, hey, dan moet je nog 1 SRD moren. Want 50 is maar wie het meeste biedt. Toch? Dan wordt de maya misschien 2 SRD per stuk of misschien zelfs 10 SRD per stuk. Een mooie golet of noem maar. Toch? Omdat er meer mensen zijn die het willen kopen dan de voorraad is. En dat is ook het geval bij valuta. Dus daar moeten wij vooral gaan naar een strategische oplossing, een duurzame oplossing. En er zijn mogelijkheden dat wij ook cement gaan produceren in Suriname. In feite er wordt een deel van cement ook geproduceerd in Suriname. En dan, ik wil het heel eenvoudig houden, want dan komen we weer van welke verdragen hebben we al geratificeerd om de grondstoffen die nodig zijn tegen een lage prijs te kunnen importeren. Dus dan komen we weer naar, er zijn handelsafspraken gemaakt tussen een aantal landen en Suriname moet bepaalde van die afspraken, bepaalde van die verdragen nog ratificeren, zodat we in feite goedkoper bepaalde grondstoffen kunnen importeren, die in feite waar cement ook een product van is. Dus korte termijn is, je hebt meer US dollars nodig om goedkoper te kunnen importeren. Dat is een korte termijn. Dan kunnen we zeggen van via het ministerie van Financiën
import having accijnsvrijstelling daarvan. Of we kunnen US dollars beschikbaar stellen tegen de centrale bankkoers. Dat in feite lager is dan de marktkoers, de cambiokoers. Dat is een korte termijn oplossing. Dat is een salafie op een wondje zetten. Maar je moet dat kankergezwel moet je helemaal eruit drijven. En dat is hogere productie hebben we nodig. Beter verdragen, handelsverdragen, zodat wij grondstoffen die wij nodig hebben voor onze productie ook tegen een concurrerende prijs kunnen importeren. Het moet niet duurder zijn bijvoorbeeld om grondstoffen voor de productie van cement naar Suriname te hebben, dat het duurder wordt voor ons dan het is voor andere landen in de regio. En dus daar, dat is het lange praatje. En daar is ook, kijk, wordt ook naar in de regering gekeken van, er zijn een aantal handelsverdragen die Suriname nog moet ratificeren. Ratificeren betekent je, een aantal landen hebben al afspraken gemaakt van, hey, we gaan goedkoper, we gaan het makkelijker handel doen met elkaar. Maar Suriname moet zeggen van, I'm with it too. Toch? Dus, en dat is de Suriname-taak van Miditu. Dat betekent je hebt geratificeerd en de vrijstellingen die de andere landen al hebben, kan Suriname ook krijgen. En wanneer we onze productie omhoog krijgen, dan kunnen we ook onze eigen consumptie beter faciliteren, want het is in Suriname geproduceerd. Wij kopen het weer in Suriname. De Surinamese handelaar wil het wel, de SRD. Terwijl de exporteur, de importeur, US dollars nodig heeft om te betalen. Dus dan hebben we alvast de vraag voor US dollars gecompenseerd. He? En als we voldoende produceren, kunnen we ook exporteren. Dan kunnen we van een cement importerend land naar een cement exporterend land gaan. En dan krijgen we ook US dollars. Dus dan komt er nog meer US dollars, dus de vraag wordt dan ook weer gecompenseerd en dan heb je een stabiele koers. Dus dat is het grotere economisch plaatje. Korte termijn zijn goedkope dollars, maar dat is een korte termijn niet duurzame oplossing. Lange termijn is verhoogde productiviteit. En daar heb je ondernemers voor nodig, je hebt investeerders voor nodig. We moeten de juiste handelsverdragen geratificeerd hebben. Dat is de rol, taak van de regering, om ervoor te zorgen dat de juiste handelsverdragen. We moeten niet alles ratificeren, want we willen ook niet onze ondernemers direct blootstellen aan alle zwaarwichtige concurrentie vanuit andere landen. We gaan zorgvuldig naar wat wel in het voordeel van Suriname is. En dat ratificeren. En tegelijkertijd wordt dan samen met het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie met de andere ministeries in belangrijke raakvlakken waar het gaat voor het beschikbaar stellen voor euro's, valuta tegen de centrale bankkoers, wordt daar zoveel mogelijk met het ministerie van Financiën nagegaan hoe dat beschikbaar gesteld kan worden om de kostprijs omlaag te houden. En als je de kostprijs omlaag houdt, dan kan je de winkelprijs ook omlaag houden. Omdat de kostprijs gerelateerd is voor importproducten aan de valuta. Dus we hebben een korte termijn en een lange termijn oplossing. Dus tot slot wil ik aangeven, wij zijn een Surinaams gemeenschap. En het mooie van Suriname is dat wij bekend staan dat wij elkaar ondersteunen. Er wordt nu ook gesproken over solidariteit. Dat is misschien een term, een woord die we vaker nu gebruiken. Maar dat gedrag hadden we altijd al. We hadden altijd al, onze cultuur is een cultuur van naar elkaar, voor elkaar zorgen. Ervoor staan dat ik niet alleen kijk van dat het goed gaat met mij alleen, maar dat het ook goed gaat met mijn naaste. Dat het ook goed gaat met u. En u ook weer, we zijn daarvoor bekend. Dus laat ons die solidariteit die wij altijd al hadden in onze cultuur nog meer gaan tonen naar elkaar. Wij gaan door een crisis, het is een crisis. Maar we hebben een verstandige besluit gemaakt. 25 mei jongsleden. En dat wordt beloond omdat u nu een regering hebt. U hebt een president waar internationaal vertrouwen in is. U hebt een president die ongeacht politieke kleur zelf ervoor zorgt dat alle Surinamers
in hun bestaanszekerheid zijn gegarandeerd. Alle Surinamers mogen bijdragen aan de ontwikkeling. Alle Surinamers hebben recht op welvaart. En dat hebben wij in president Santokki. En wij hebben een goede keus gemaakt. Het is een crisis. We hebben 10 jaar ellende achter ons. En nu gaan we ervoor zorgen dat zich nooit meer herhaalt. Wij gaan naar een betere toekomst. Nu in solidariteit elkaar ondersteunen. We zijn ook als land getroffen door de COVID-pandemie. Maar dat gaat ons niet kapot maken, omdat we een sterk volk zijn. Aan de consumenten vraag ik, meld waar uw prijsopdrijving zit. Wij hebben een meldlijn daarvoor. Aan alle Surinamers vraag ik, laat ons voor onszelf nagaan van, hoe kan ik productiever zijn? Hoe kan ik meer presteren? Hoe kan ik beter presteren? En soms is het nodig dat u misschien wat extra financiële middelen nodig voor hebt. Dat kan. Maar soms is het gewoon dat wij onze vaardigheden moeten aanscherpen. Efficiënter moeten gaan worden. Hoe gaan we om met onze tijd? Iedereen heeft 24 uur per dag. Gebruik je tijd verstandig. Gebruik je tijd productief. Hè? Soms is social media leuk. Facebook en YouTube. YouTube heeft ook leerrijke filmpjes. Selecteer de leerrijke dingen, zodat we onze kennis omhoog kunnen krijgen. En dat wij als land, als gemeenschap, meer vaardigheden hebben. Beter kunnen presteren, betere diensten kunnen verlenen. En ook meer mogelijkheden gaan ontdekken om productiever te zijn. En doordat we productiever worden, dan creëren wij zo welvaart. Welvaart voor jezelf. Maar doordat jij en als Jan, Piet en iedereen welvaart voor zichzelf realiseert, dan hebben we welvaart voor de gemeenschap. In solidariteit. Thank you.